Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik wil vandaag graag een drakenboek voorstellen aan jullie. Van ook een prachtige vrouw uit Duitsland die ook met de draken samenwerkt. Ik ben van plan nu regelmatig zo'n video te maken over boeken die mensen schrijven. Die met de drakenenergie samenwerken. En ik heb er toch wel zeker een deel in huis van mensen van verschillende delen van de wereld die met de drakenenergie samenwerken. En er komen nog zo'n boeken aan die ik heb besteld. Dus ik kan toch wel een aantal video's opnemen met dit onderwerp. Nu even voorstellen dus. Dit noemt het Kleine Drakenhandboek, zoals dat jullie kunnen zien, van Christine Arana Vader. Dus een vrouw uit Duitsland. Het is een heel erg mooie kaft, zoals dat jullie zien. Heel erg mooi getekend. En ik zal ook even de achterkant voorlezen aan jullie, waar het boek in het algemeen dus over gaat. Dacht je altijd dat draken niet bestonden? Leer dan nu je spirituele gids en soulmate kennen. Op betoverende wijze beschrijft Christine Arana Vader de alomvattende drakenliefde en laat ze je zien hoe jij je eigen draak, je soulmate, kunt leren kennen en hoe je door zijn kracht, wijsheid en magie kunt groeien op je levenspad. De mystieke drakenwereld verbindt avontuur, liefde en magie. Om de draak te vinden die bij jou past, ga je op reis. Je maakt een transreis waarin de kleuren, krachten en karakters van de draken zich aan je presenteren. Als je contact hebt gemaakt met jouw draak, dan voel je de kracht van zijn liefde. Deze onvergelijkbare universele energie helpt je de plaats in het leven te vinden die voor jou bedoeld is. In het kleine drakenhandboek worden niet alleen alle draken uitvoerig beschreven, hun karakter en hun bijzondere eigenschappen, maar kun je ook herkenbare verhalen lezen, vol interessante wetenswaardigheden. Maak kennis met universele, alomvattende drakenliefde. Dus ja, echt een heel prachtig boek dat ze heeft geschreven. Ik heb er heel erg veel aan gehad. Ik zal even wat laten zien, want ze heeft ook prachtige tekeningen ook erin. Van verschillende soorten draken die er zijn. Dit is trouwens de bruine boomdraak. De blauwe universumdraak. De roze liefdesdraak. De paarse amethystdraak. De turquoise atlantisdraak. De groene smaragddraak. Het is echt prachtige tekeningen, zoals als jullie kunnen zien in het prachtige draak, het kleine drakenhandboek. Dus ik kan het iedereen aanraden. Het is een heel goed boek om te lezen met de drakenenergie kennis te maken. Om je eigen draak of draken te leren kennen. Die heel erg liefdevol zijn en je ook op je pad helpen. En ja, ik heb er zelf heel erg veel aan gehad, zoals ik al zei. En het is een van mijn lievelingsdrakenboeken. Dus ik vind het echt prachtig geschreven. En ja, ik zal dus vanaf nu regelmatig zo'n video opnemen waarin ik een van mijn drakenboeken voorstel aan jullie. Nu, ik hoop dat jullie nog heel erg fijn, dat jullie er iets aan gehad hebben aan dit filmpje, dat het jullie kan inspireren. Ik wens jullie nog een heel erg fijne tijd toe en heel erg veel liefs van mij.